Beeldende kunst, zang, dans, poëzie, fotografie. Hoe beleven we dat? Hoe kijken we ernaar? Want juist om te leren kijken, dat is een hele... Schuif aan bij de tafel in Studio Globe Zundert. C'est une histoire qui a pour lieu Paris la belle en l'an de Dieu 1482. Histoire d'amour et de désir. Nous les artistes anonymes de la sculpture ou de la rime tenterons de vous la transcrire pour les siècles à venir. Pierre après pierre, jour après jour, de siècle en siècle avec amour, il a vu s'élever les tours qu'il avait bâties de ses mains. Les poètes et les troubadours ont chanté des chansons d'amour qui promettaient au genre humain de meilleurs lendemains. Dames en heren, goedenavond. Welkom bij weer een De TisgZ. Met een zoon als Vincent van Gogh in onze gemeente kon een uitzending over kunst natuurlijk niet uitblijven. In onze gemeente is er heel veel creativiteit en er zijn veel kunstenaars actief. Ook op zeer jonge leeftijd zijn ze al actief bij Beeldend Centrum Zundert. En ook op latere leeftijd kan die creativiteit nog tot uiting komen. En daarvan hebben we vanavond ook een voorbeeld. Niemand kent hem. Het is een kunstenaar die meer dan 60 werken gemaakt heeft. En die werken heeft hij nog nooit laten zien. Wij gaan ze hier vanavond in ieder geval laten zien. Dus blijf kijken. En Vincent, ach, had hij maar geweten misschien wat voor erfenis hij achter had gelaten. Dat is helaas niet zo, maar alleen. Het is genoeg over Vincent verteld. Want hij zit hier vanavond niet aan tafel. Wie er wel zitten zijn Fien Peters en Frans Ermens moet ik zeggen, sorry. Ja. Goedenavond. Bij Fien Peters heeft het kunstenaarschap ook altijd in haar bloed gezeten. Ik ben Fien Peters, ik ben geboren in Klein Zundert op de boerderij. En ik ben van 62. Ik ben de jongste van een gezin van 6. En ik ben getrouwd met Ron Schijfs en ik heb 2 zoons. Ben ik naar KVEV gegaan, kinderverzorging en jeugdverzorging. Want ik was natuurlijk ook geïnteresseerd al in kunst. Tekenen deed ik ook al, maar dat vonden ze bij ons thuis geen beroep. Dus daar mocht ik niet voor gaan. Dus, na de opleiding van KVEV ben ik toch al meteen naar de kunstacademie gegaan. In Arendonk in België. Hoe zou ik mezelf omschrijven? Ik voel me vaak heel verbonden met de natuur. Ik voel me vaak net een soort chameleon die verandert van kleur. Als ik bij kinderen ben, dan laat ik een stukje van Fien zien wat daarbij past. En ben ik in mijn galerie, dan ben ik met heel andere facetten bezig. Het is al 24 jaar prima te combineren. Het inspireert. Ik blijf werken, ik blijf dingen maken. Ik besef nu pas een paar jaar wat ik allemaal kan en wat er in mijn bagagerugzak zit. Ik wil zelf heel erg bereiken dat ik inspirerend werk kan maken en grote beelden maken. Grote beelden, Fien. Ja. Wat moet ik er dan denken aan iets à la Mount Rushmore in Amerika van de 4 presidentskoppen? Nee, was dat maar waar. Nee, levensgroot. Dat, 1 op 1? Ja, ah. Ja. Nou, we zullen het in de gaten houden. Frans Ermens, jou zullen misschien de meeste mensen niet 1, 2, 3 kennen. Ik ken die in ieder geval niet, maar dat kan natuurlijk ook aan mij liggen. Je komt straks nog veelvuldig aan het woord. We gaan eerst even naar jou kijken, jou voorstellen. Nou, ik kom uit Bavel en ik ben in 1954 geboren, dus ik ben nu 59 jaar en ik word van het jaar 60. Dus dat vond ik toch wel een mooie leeftijd om helemaal fulltime met die kunsten aan de gang te gaan. Ik ben getrouwd en ik heb 2 dochters van 22 en 21 jaar. Ik heb vroeger op een LTS gezeten. Daar ben ik als stoffeerder begonnen, maar goed, dat heb ik 1,5 jaar gedaan. En toen ben ik naar een omscholing gegaan voor timmerman. En voor timmerman werd ik aannemer, zou ik maar zeggen. En toen ik een jaar of 25 was, toen ging ik naar de avondacademie Sint-Joost in Breda. En dan heb ik 5 jaar, 4 avonden in de week naar Sint-Joost. En daarna viel het eigenlijk toch weer een beetje stil, want ik kreeg te druk met mijn aannemersbedrijf. Dus, maar ik ben altijd met iemand samen blijven schilderen, eerst op vrijdagavond. Want we werden er toch wat serieuzer in eigenlijk. En ja, zodoende zijn we een volle dag gaan schilderen. En van teen kwam het aan, dus op een gegeven moment ging ik lesgeven. En ik had nog meer tijd nodig voor mijn schilderen. En mijn aannemersbedrijf werd steeds minder. Dus zodoende eigenlijk. En, ja. En nu ben ik eigenlijk bijna fulltime mee met schilderen bezig. Hoe zou je jezelf omschrijven? Heel impulsief. Heel direct. Ik durf best veel eigenlijk, toch wel. Ik durf te ondernemen. En toch minder aannemer en meer kunsten. Het is eigenlijk dat ik hier beneden nou een soort galerie kan maken eigenlijk. Dus daar heb ik echt heel veel zin in. Ik hoor dat we er weer een galerie bij krijgen in onze gemeente. Ja. Ja, die is een aanbouw nou. Die is nou een aanbouw. Oké, nou dat gaan we ook afwachten dan. Ja, dat kun je gerust doen. Oké. Ed Bakker, jij ook goedenavond. Nou, altijd weet jij de onderwerpen voor ons neer te zetten met grafieken en tabellen. Vanavond is het kunst, dus nou, je mag me verrassen hoe je dat gaat doen om kunst en creativiteit in een statische grafiek te passen. Nou ja, daar ben ik vrij snel uitgepraat maken. Grafieken en cijfers in relatie met kunst, dat gaat in de regel bijna altijd over geld. En geld wilde ik het vanavond eigenlijk niet over hebben. Ik kwam wel iets anders tegen dat misschien beter aansluit bij het thema wat we vanavond hebben. Leren kijken naar kunst. En dat was, kwam ik tegen, kunstwerken geven nooit antwoord. Kunstwerken stellen vragen waarop je zelf het antwoord zoekt. En ik denk dat deze opmerkingen een beetje aansluiten bij het thema wat we vanavond hebben. En ik wil dat eigenlijk duidelijk maken door middel van een proefje. En ik wil dan ook de kijkers thuis uiteraard ook uitnodigen om aan het proefje deel te nemen. En je moet je als volgt voorstellen, je loopt in een museum en dan kom je dit werk tegen. En dus laten we maar gelijk heel simpel beginnen. Mooi werk. Mooi werk natuurlijk. Ja. Laten we gelijk simpel beginnen. Een kunstwerk, daarbij stel je dan de volgende vragen die hier op kunnen komen. De locatie, was het binnen of buiten? Hoe oud waren de hoofdfiguren? Droeg een van hen misschien een hoed? Werd er gerookt of gedronken? Hoe werd het licht gebruikt? Welk detail trok je aandacht? Welke emotie hadden de hoofdfiguren? Zomaar wat vragen die in je op kunnen komen. Ik wil daarbij een tweede schilderij laten zien. De kijkers thuis, maar ook onze gasten hier aan tafel. Hoe komt dit over? Het is bekend werk van mij in ieder geval. Ja, van mij ook. Ik heb ze allebei in het echt gezien. In Duitsland in een van de museum. Dus ik ken ze eigenlijk. Oké, dus jullie zijn een beetje... Ja, ik had niet anders verwacht natuurlijk. Maar hoe kwam het op jou over? Ja, jij leidde tussen de twee foto's in of schilderijen en ik kreeg wat vragen op afgevuurd, maar ik kan daar geen antwoord op geven, want het is veel te kort dat ik ze gezien heb natuurlijk. Ik denk dat misschien de 5 seconden, 10 seconden? Ja, nou, je zit aardig in de buurt, want dat is eigenlijk wat ik wilde aantonen. De gemiddelde tijd dat we kijken naar een schilderij in een museum is 9 seconden. En dit was 9 seconden? Dit was dus 9 seconden. Ja. En dan merk je dat als je die vragen voor jezelf stelt, ja, dat is veel te kort. Dus ik wil eigenlijk pleiten dat als we naar een museum gaan, neem de tijd om naar schilderijen te kijken. En als we het toch over geldwaarde hebben, en dan wil ik het ook afronden, Mark. Ja. Dit waren toch wel de topwerken, denk ik, qua geldwaarde in de wereld. Want als we kijken naar de kaartspelers van Paul Cézanne, die was 260 miljoen. En het bal bij de molen van Galette van Renoir had een waarde van 140 miljoen. Tot zover het geld, ik wil het niet meer over hebben. 140 miljoen, nou, ik heb er nooit meer stilgestaan, hè, in ieder geval dat maar zo kort was. Waarom gaat iemand zich toeleggen op kunst? De schilderkunst en beeldhouwkunst is eigenlijk als ambachtelijk vak ontstaan in de vroegere eeuwen om een portret te schilderen van een grootheid of een beeld te houden van een verzetsheld of een veldheer of iets dergelijks. Hoe ziet een willekeurige kunstenares zich nu in deze tijd? Als ambachtsvrouw. Ja. Echt, ja, het is leuk. Soms, zeker in het begin heb ik meer vrijwerk gemaakt als nu, omdat het toen ook veel meer ontdekken was van wat vind ik leuk. En ik wil niet zeggen dat ik het niet meer leuk vind om geen vrijwerk meer te maken, want dat vind ik nog wel leuk. Maar ja, daar komt er gewoon steeds minder van. Nou, ik ben altijd wel een creatief iemand geweest. Maar eigenlijk heb ik oorspronkelijk in de verzorging gewerkt. Toen een tijd op de peuterspeelzaal gewerkt en toen ben ik in aanraking gekomen met gras. En ja, dat vond ik zo leuk om te doen, dus uiteindelijk ben ik naar een verder gegaan. En hoe ben je zo in aanraking gekomen met glas? Ja, op een of andere beurs was ik ooit en daar stond iemand met een stand die dingen gemaakt had van glas. En ja, dat intrigeerde me zo, dat glas, dat materiaal, om daar dingen van te maken. En de kleuren denk ik toen op dat moment. Dus ja, zodoende ben ik daar eigenlijk een beetje ingerold. Waarom intrigeerde je het? Ja, omdat glas eigenlijk een materiaal is waar je, wat eng is, scherp is, waar je niet zomaar allerlei dingen van kan maken. Zeg maar, als je dan op een gegeven moment ideeën hebt om iets te willen maken of zo, dan is dat een hele uitdaging om dan juist met glas te kunnen maken. Omdat niet alles is mogelijk. Zij had het over vrij werken, dat ze dat eigenlijk niet zoveel meer doet. Meer in opdracht werken. Hoe is dat voor jou, Fien? Werk jij veel in opdracht of ook nog echt gewoon vrij? Ja, mijn hoofdzaak is lekker vrij werken. Er zit iets dat ik zeg, die dingen moeten eruit. Dus vandaar dat ik werk en dingen maak. Maar opdrachten rollen daaruit. Uit de dingen die ik maak, de ontwikkeling die er is. Mensen haken daarop in en dan heb je een opdracht. Dat is dus eigenlijk omgekeerd, anders dan dat Carla Goors het zegt. En voor jou, Frans, krijg je veel opdrachten binnen om te zeggen, het gebeurt ook wel, maar toch hoofdzakelijk ook vrij werk. Dat vind ik ook het prettigste eigenlijk, want dan ben ik echt vrij. Vrij in creativiteit, ja. En ik hou wel heel erg van mijn vrijheid. Dus in die zin, maar goed, als er iets op mijn pad komt wat mensen willen. Zo heb ik ook de haven van Breda wel eens geschilderd bijvoorbeeld of zo. Wat had je geschilderd, sorry? De Nieuwe Haven van Breda. De Nieuwe Haven, oh ja, oké. Okay. Dus, maar goed, dat doe je dan tussendoor. Maar het is niet mijn hoofdding eigenlijk. Nee. Maar dat gebeurt wel. En eens een keer een landschap voor iemand of zo. Of voor een, dat soort dingen. Ik vind, Frans noemt net, het komt op het pad. Wanneer kwam die kunst bij jou op jouw pad? Eigenlijk al heel jong. Geïntrigeerd zijn als kind door een pentekening die bij oma in de kamer hing. Dat was het huishouden van Jan Steen. Dat was eigenlijk de eerste kunst die ik heb gezien als kind. Ja. En dat vond ik fascinerend. En oog blijven houden voor het detail, kijken, de dingen. Ja, goed, dan heeft ieder kind dat wel natuurlijk. Maar op een gegeven moment kom je in de leeftijd dat je er echt iets mee wil gaan doen. Frans, hoe was dat bij jou? Nou ja, het is ook wel als kind zijnde natuurlijk had ik daar wel affiniteit mee. En op de lagere school hongen mijn tekeningen altijd in de gang. Niet dat ik strafwerk had, maar gewoon... Dat was wel een goed teken dan. Ze hongen in de gang als voorbeeld. Dus dat was al mooi meegenomen in mijn jonge carrière. En wat tekenen jullie dan? Dat was wel vrij realistisch toen. De clowns, circus, bosbranden, noem maar op. Al wat bosbranden? Ook dat. Daar kun je heerlijke technieken uit testen. Die waren eigenlijk op zich wel heel leuk eigenlijk. Maar ik heb ze nooit meer teruggezien aan de hand. Dus, maar verbrand. Ik weet niet wat ermee gebeurd is, maar in ieder geval, ik had er heel veel binding mee, ook als kind zijnde. Ja. Maar net zoals ik al zeg, ik ging naar een LTS toe, dus daar werd er eigenlijk relatief weinig gedaan aan dat soort vaktekenen. Daar was ik eerlijk gezegd ook goed in. Ja. Maar dat is toch een heel ander soort tekenen als gewoon vrij tekenen. Ja, voel je niet snel een buitenbeentje, want het is toch iets aparts. Je hebt dan een bepaalde kwaliteit, maar ja... Ja, een buitenbeentje. Ik bedoel, op je rapport staat wiskunde, Engels, Nederlands, maar staat ook tekenen op. Dus waarom een buitenbeentje? Er wordt ook gewoon een nummer voor gegeven, 1 van de 10, daar scoor je dan goed in. Heb je dat nooit zo ervaren? Want het zijn toch vaak wat apartere mensen, of niet? Of heb ik dat verkeerd? Dat weet ik niet. Nou, ik denk, voel jij dat, Frans? Dat zijn woorden, hoor. Ik denk dat het op school ook een beetje is, vooral op een LTS, was bij ons dan toch een beetje een ondergeschoven vak is. Ja. Hè, want als je goed kon rekenen en goed in taal was, dan was je het mannetje. Maar als je alleen maar goed kon tekenen, ja... Stelt er nou voor, weet je wel. Inderdaad. Ja. Maar je had wel technisch tekenen op school, toch? Of niet? Ja, ja, dat wel. Maar goed, het gewone tekenen, dat kreeg je dan ook nog wel. Ja. Dat was 1 uurtje in de week. Maar dat deed eigenlijk niet meer mee. Ik bedoel, dat moesten ze dan verplicht geven en handvaardigheid en zo. Maar dat was het dan ook wel, hè? Ja, maar daar werd eigenlijk niks meer... Dat zagen ze toch niet als serieus toekomstgericht vak eigenlijk. Nee, maar dan moet je wel een beetje eigenwijs voor zijn, Fien, of niet? Ja, en ook ligt eraan wie er op je pad komt en welke juf er staat. Want ik weet heel goed dat er een... op de lagere school... Pabo-studenten studeerden af in tekenen en ja, vond ik een fantastische juffrouw. En daarna, je gaat je eigen weg. En later kwam ik haar tegen en die zei van... Fien, ik heb al jouw kindertekeningen nog. En die heb ik toen allemaal op een presenteerblaadje teruggekregen. Zo, dat is wel leuk. Kijk, en toen zag ik van 6 tot 8 jaar wat ik toen maakte. Want ja, thuis werd er waar niet bewaard. Maar ik kreeg dat terug. Dat was echt een mooi cadeau. Ja. Heb je nog wel eens oude werken gezien van jezelf? Wat je in je jeugdperiode hebt gemaakt? Nee, niks. Dus, daar heb ik nooit niks meer van teruggezien. Ook mijn ouders waren daar niet mee bezig. Dus, vanaf de lagere school tot 15, 16 jaar, daar heb ik eigenlijk niks van. Nee. Ik maak even een bruggetje naar onze mysterieuze gast eigenlijk. Want die begon op late leeftijd met tekenen. En ik moet het nog even toelichten, want het is eigenlijk een soort van mini-docu-soap geworden. We kwamen erachter met het voorbereiden van dit programma dat er een kunstschilder in Zundert woonde die meer dan 60 werken thuis had staan. En niemand had ze ooit nog gezien. En hij had ze ook nog nooit aan iemand laten zien. Dus ja, wie is deze mysterieuze schilder en wat schildert hij? Ik schilderde bloemen, poezen, mijn vader heb ik geschilderd. En toen op een gegeven moment van de ene dag op de andere, ik weet het niet hoe, dat ik opeens op dit werk ben overgestapt. Het eerste wat ze zeggen als ze mijn schilderij zien, oh, dat lijkt Mondriaan wel. Wat vindt u daar zelf van? Ik vind niks. Het lijkt niet op Mondriaan. Nee? Nee, Mondriaan die had alleen maar lijnen, verder is hij niet gekomen. Maar het is wel zo. En ik heb zijn Victory Boogie af willen maken. Maar het lijkt nergens op. Het gaat dus niet. Die witte stukken die hij erin heeft zitten, dat is zijn schilderij. Dat is zijn kracht. Dat is zijn kracht. In 1984 werkte ik bij Isover. En toen werden er een hele hoop mannen ontslagen, omdat ze 57,5 jaar waren. Nou, daar hoorde ik ook bij. Nou ja, dan zat ik thuis. Ik denk, ja, wat moet ik nou doen? Toen denk ik, hé, wacht even. Toen ben ik naar Deva gegaan en ik heb schilderkwasten gekocht, dan verf gekocht, alles gekocht wat er is. Ik ben een perfectionist, dus het is altijd een beetje te. Nou ja, goed, en toen ben ik het schilderen gegaan. Leuk. Ja, dus toen is je aan het schilderen gegaan. Kende jij hem? Nee, ik kende hem echt niet. Nee. Nooit van gehoord. Wat is je eerste indruk als je hem zo ziet? Ja, toch ook een gedreven iemand die er zin in heeft om zijn ding te kunnen doen. Ja. Hij heeft de tijd om iets te maken. Hij neemt het serieus in ieder geval. Ja, hij neemt het serieus. Hij is perfectionistisch, dat zei hij al. Dus in die zin heb ik daar wel waardering voor. Ook al is je op late leeftijd begonnen natuurlijk. Ja dat maakt natuurlijk in principe niet uit. Ja, daarom dus... Maar soms, dan valt het in het amateurisme. Hè? Maar bij hem is het eigenlijk toch professioneel, zoals ik het zo kan bekijken. Ja, en wat ik zo leuk vind, want ik als leek, ik zeg dan ook meteen, oh, dat lijkt wel op Piet Mondriaan. En ik hoorde jullie nu net tijdens de reportage, nou, dat lijkt wel helemaal niet op. Toch, of niet? Ja, kijk, hij heeft wel naar Mondriaan, hij heeft wel gekeken, maar het is totaal anders. Ja. Hè, want er zijn wel meer kunstenaars die met blokken en... Van de Lek en daar zijn ook mensen, Rietveld met meubels, noem maar op. Er zijn wel meer mensen met lijnenspel aan de gang geweest. Dus, hij maakt er iets eigens van. Hij maakt er wel iets eigens van, zeker. En op late leeftijd. Bij het Beeldend Centrum Zundert, daar zijn de jongeren op woensdagmiddag altijd drukdoende met de kwast en met het doek, met het linnen. We hebben dus de vraag gesteld, zou je ook kunstenaar kunnen worden? Ik denk het wel, als je het heel graag wil. Ja. Ja, eigenlijk wel. Want iedereen heeft zijn eigen kunst. Nou, als je vanuit je gevoel werkt, dan wel. Ja. Je moet er natuurlijk wel gevoel in je schilderijen leggen of in je tekeningen. Maar als je dat doet, dan denk ik wel dat je kunstenaar kan worden. Nou, ik denk dat je er wel talent voor moet hebben. Je kan alles tekenen wat je wilt, want het is altijd wel mooi, want het stelt nooit iets voor eigenlijk. Nee. Nee, wel, iedereen kan wel de technieken leren, maar kunst is iets wat van binnenuit komt. Ja, dat is natuurlijk de waarheid als een koe. Klopt. Ja. Hoe was dat voor jou van binnenuit? Ik bedoel, vanuit je jeugd. Je vertelde, je moest een opleiding doen. Ja. Maar ja, die heb je ook wel gedaan. Zeker, zeker. Want kinderen en kunst, ja, alle twee hebben me altijd erg geboeid. Maar ja, dat een echt beroep was toch richting kinder- en jeugdverzorging. En ja, daarna is die kunst eigenlijk... ja. Frans, de meerwaarde van een opleiding, ik bedoel, waar zit ergens die grens? En dan bedoel ik, je bent zelf bezig met kunstwerken maken, dan heb je opleiding nodig of niet? Of waar heb je opleiding nodig en wanneer moet je daarmee stoppen? Het is niet per se nodig, maar het helpt je wel wat vlugger op gang eigenlijk. Want de technieken, de handigheden, noem maar op, en ook de creativiteit, die heb ik toch wel op Sint-Joost. Een boets gekregen bij mij eigenlijk. Hè. Dus, ja, je zet een basis eigenlijk, hè, op de academie. Maar wordt dat op zo'n academie dan niet afgeleerd? Moet je dan niet volgens een bepaald patroon denken? Of hoe gaat het in zo'n... Nee, absoluut niet. Je mag gewoon jezelf blijven. Dat is maar goed ook trouwens. Ja. Maar je leert sommige dingen wat sneller oppakken, vooral in die technieken en zo. Kijk, daar hoef je... Kun je nou een voorbeeld van geven? Nou ja, bijvoorbeeld, ik heb ook nog op Arendonk gezeten, maar het verschil, ik heb dan die verschillende, de academie Sint-Joost bijvoorbeeld, dat was een hele vrije opleiding toen ik daarop zat. Hè. Dus het tweede jaar werd je echt een diepe gegooid. Ja, je moest het eigenlijk maar zelf uitzoeken. En je kwam elke week met papieren en schilderingen en dan zei ze, ja, dat is niks. Dat is niet motiverend, toch wel? Ja, maar sowieso. Juist daarom wel. Maar dan dus zetten ze... Ja, de lagere school had je meer succes volgens mij. Nee, het is toch... ik ben nog niet uitgepraat, maar dat was... maar daar leer je ontzettend veel van, want je maakte dan 20 of 30 tekeningen en dan werden er maar 2 goedgekeurd bijvoorbeeld. Hè? Want je leerde eigenlijk, ze leerden je eigenlijk kijken. En in het begin was het, je deed zomaar wat. Hè? Maar, en dat is aardig voor de leek. Voor de leek. Maar het is niet... ja, je zat nog geen diepgang in, hè? En dat leerden ze je... Ja, dat probeerden ze je bij te brengen, zeg maar. Hoe hebben ze jou bijgebracht, Fien? Ja, in Arendonk eigenlijk ook hetzelfde. Van het eerste jaar... leren kijken, dus nou, een kopje en de hele dag studeren erop. En, op één kopje? Op één kopje, ja. En maar tekenen. En dan zo, en op zijn kop of op zijn zij. Maar dat kopje was heel de dag je onderwerp. En dat licht misschien van andere kanten? Zodat je kunt schaduwen, dat is dan de tweede fase, daar zijn we nog niet eerst aan toe. Hè? Het eerste jaar alleen maar puur tekenen, het tweede jaar komt die schaduw er pas bij. Ja. Bijvoorbeeld, dan mag je al iets vrijer werken. Ja. En dan zit er een heel jaar bij alleen maar stoelen tekenen. Maar dat is dan een stukje perspectief waar je in dat jaar leert. Want je leert richtingen zien, je leert... Ja. En werd het er ook al als kunst betiteld, of niet? Nee. Nou, je had er soms misschien wel eens een toevalstreffer, maar in het begin dat was geen kunst. Nee. Dat was gewoon studeren. Ja, want kunst is natuurlijk... iedereen heeft er zo zijn eigen interpretatie van het woordje kunst. En kunst is een hele kunst. Het wier weer lente en Kiske kon gaan ploegen, want er moest eten komen op de plank. Het wier weer lente en wij konden gaan zoegen, en daardoor kwamen er centjes op de bank. Een tubs met frambozen, die ging de wekfles in. Een tubs met frambozen, was maar een jaar gezien. Het wier weer zomer en Kiske kon gaan plukken, want alle planten waren goed gegroeid. Je mocht niet kruipen, nee, je moest staande bukken. Wat hebben wij daar heel wat afgestoeid. 10 kisten laboenen, die gingen de wegfles in. 10 kisten laboenen, ons maar al gezien. Het wier weer herfst en Kiske bleef maar zweten, want de nazomer duurde al zo lang. We plukten bonen en dunden alle bieten, maar van augurken waren wij zo bang. 50 emmers augurken, die gingen de wegfles in. 50 emmers augurken, ons ma al jaren zien. Het wier weer winter en Kiske kon gaan rusten, want op het land konden even niks meer doen. Was zo gewekt hoor, dat zou hij nou wel lusten. En zo bespaarden ze een barig poen. Echte kunst is in mijn ogen 7 snotdolpen op laten drogen. En daarbij dien vermeld, wij hooien meer wegflessen als geld. Peter Vriends die verheft ook het opvoeden van een gezin tot kunst. Ja, nou, je kunt alles natuurlijk tot kunst verheffen als je je creativiteit erop loslaat, denk ik. Ja, je bent ook nog met beeldende dingen bezig, beeldende kunst. Hoe uitzicht dat? Hoe uitzicht dat? Beeldende kunst bedoel je ja, met klei, ja. Portretten boetseren, modellen boetseren. Ja, kijken naar ja, de mens, hè, van wat leeft, dat boeit mij. En die vormen vastleggen en stileren. En heb je daar ook een opleiding voor gevolgd? Heb je dat ook op school gehad, zeg maar, op Arendonk of op Sint-Joost? Nee, nee. Ik ben in Arendonk puur alleen op schilderen afgestudeerd. En daarna in Roosendaal heette dat nog de School voor de Kunsten. Op een vrij atelier geweest waar ik heb leren portret boetseren en mallen leren maken en afgieten. Maar wat ik nu doe is eigenlijk gewoon met een groep kunstenaars, ja, samen ja, werken aan, ja, aan het model, zeg maar. Ja, dus ja. Je maakt je eigen beeld. En de een die doet het hoofd, de ander het lichaam. Iedereen heeft zijn eigen stijl. En, okay. Ja. En dat doe jij dan in ieder geval dus ongeschoold? Gewoon vanuit je eigen gevoel en, ja. en ding. Ja. Wij vroegen ons namelijk ook af hoe belangrijk scholing was bij het maken van kunst. En ja, of dat er wel genoeg creatieve vakken, met name op het voortgezet onderwijs, gegeven worden. Ja, gaat er door het computertijdperk te veel creativiteit verloren of komt er misschien weer heel veel creativiteit bij? Dat is natuurlijk een beetje de vraag. Of kun je gewoon, ja, om het maar te noemen, de natuurtalenten, kun je die gewoon hun eigen gang laten gaan? Je hebt altijd natuurtalenten, maar dat zijn niet altijd de beste. Ik denk dat als het onderwijs in Nederland werkelijk succesvol zou zijn, zou iedereen die afgestudeerd is, die zou een vak kennen. Die zou een sport kennen en die zou een kunst kennen. Want ik vind dat wil je volledig mens kunnen zijn, dan moet je ook dat stukje, de muzische kant van jezelf, het iets kunnen vertellen met beelden of met geluid of met muziek of met dans of weet ik veel wat. Dat verrijkt enorm en ik zie vaak dat mensen dat ontzettend missen en op latere leeftijd gaan ze dat oppakken. Maar dan kost het erg veel moeite om een ding te vinden wat bij je past. Ja. En ik merk dat heel veel mensen dat eigenlijk nooit meegekregen hebben. Heel dwars staan tegenover alles wat ook met beelden of met kunst te maken heeft. Omdat ze er ook een beetje zoiets bij van ja, dat is toch niet voor mij. Hè? En ik denk, ja jongens, als je even verder kijkt, dan ga je de lol ervan inzien. Want het is het verhaal wat het vaak mooi maakt. En het plaatje wordt dan op een gegeven moment als het ware een deur waardoor je zo'n verhaal binnen kan komen. En dan wordt het super interessant. Het zou bijvoorbeeld op een middelbare opleiding een verplicht vak kunnen zijn. Ja, moeten zijn, maar dit is dus niet. Dat hebben ze juist afgehaald. Waarbij ik wel moet zeggen dat het vaak op een verschrikkelijk slechte manier gegeven wordt. Er zijn een aantal mensen die doen het fantastisch. En die zijn echt bezig met kinderen de ogen open te maken en te laten zien en te genieten ook van... Je leert op een andere manier de wereld kijken. Je leert dieper te kijken. En je leert ook meer lol te zien in gewone dingen. En ik zie nou dat mensen achter de sensatie aanhollen en denken dat dat het dan is. En ik denk van zo beperkt, zo zonde. Van elke mens heeft een creatieve kant. Ja. Of je gaat teksten maken, weet ik veel. Zundert is al een lekker creatief dorp, hoor, vergis me niet. Maar er kan best nog wel bij. Dat is geen punt. creatief dorp, creatieve gemeente Zundert. Nou, daar heeft hij wel gelijk in natuurlijk. Wat vind je van zijn opmerking over scholing, Frans? Als je... Nou, daar heeft je wel gelijk in natuurlijk. Dat het, ja, ik denk dat het vooral de creatieve mensen op scholen, die ervaren dat ook wel een beetje, denk ik, dat het een beetje ondergeschoven wordt. Hè? Ja, ja, die moeten zich dat inhouden eigenlijk ten koste van de andere vakken. Verdedigen. Ja, eigenlijk constant wel, ja. Verdedigen. Ja. Waarom dat je dat zo graag wil? Nee, waarom dat het belangrijk is. Waarom dat het zo essentieel is. Ze zien het belang niet van een creatief... Maar het verdedigen doe je op latere leeftijd, denk ik. Als student ook al, als je 13, 14 bent en je zit op voorzit onderwijs, moet je dan ook verdedigen? Of heb je dan zoiets van... Ja, nou, ja, nee. Ik had een andere manier. Ik liep gewoon de klas uit als het me niet aanstond. Gebeurde dat vaak? Regelmatig, op de LTS wel in ieder geval. Dus, dat zal je ouders ook niet in dank afgenomen zijn, denk ik. Nee, die hadden er wel moeite mee natuurlijk. Maar ja, als het mij niet interesseerde, dan denk ik van ja, zoek het even uit. Dan was ik even een rondje lopen. En dan... maar heb je dan nooit getwijfeld, Fien, aan... Ik noemde het in het begin een buitenbeentje, maar ik bedoel, dat bedoel ik niet negatief. Maar het is toch wel, als je bent creatief, je bent zoekende, dan ben je wel op de goede weg. Hoe vaak heb je die vraag gesteld? Die heb ik gesteld tot mijn 18e, tot ik de kunstacademie binnenkwam. En toen had ik het gevoel van ja, nou ben ik op zijn plek. Hier ben ik Fien. Dus toen kwam dat pas, ja. En daarna had je er geen moeite mee? Nee, kritiek was voor jou... is dat bij jou hetzelfde gedaan, Frans? Eigenlijk wel, ja. Toen ik op die academie... Dat was dan wel een avond, hè, want ik was al getrouwd toen. Dus, en ik had een huis gebouwd, dus er moest ook nog geld binnenkomen. Ja. Maar het gevoel dat ik daar op die avondacademie zat op Sint-Joost... ja, dat was ook een soort bevrijding voor mij. Nou heb ik eindelijk eens een opleiding die me echt interesseert. Maar hoe kon je daar rijmen? Ik bedoel, bij Fien snap ik nog een beetje. Die was met kinderen overdag bezig en dan zit je... creatief, maar aannemerij. Ja, dus... Dat is wel een ander kaliber, denk ik. Maar het is ook wel creatief. Oh, maar dat geloof ik. Maar dat is op een heel andere manier. Maar het was gewoon sjouwen natuurlijk. Ook s'avonds natuurlijk. Dat, maar goed, als je nou andere mensen sprak, dan zei je van, ik doe ook een beetje schilderen. Werd er dan hier... Nou, in die aannemerij... daar praatte ik er bijna niet over. Durfde je niet? Ik durfde wel, maar ik wist dat ze daar niet in geïnteresseerd waren. Dus daar begon ik er maar niet over, want ik wilde die discussie met die mensen niet aanhouden op dat moment. Sommigen wel. Dus je zat elke avond op school en je kon het dan overdag eigenlijk niet delen van wat je de avond ervoor beleefd had? Bij enkele wel. Op een gegeven moment had ik het al zo voor elkaar dat ik in de artistieke hoek kwam, waar ik ook allemaal verbouwde. Hè? Dus fotografen, kunstenaars, noem maar op. Dus ik zat op een gegeven moment... Meer kom je bij je eigen... Ja, daar kom ik toch. En ze wisten, ik had hun ook gelijk door wat ze wilden natuurlijk, omdat ik zelf ook in die kunst zat. Ja. Dus er was gelijk geklikt met dat soort mensen. Hè? Want ik heb prachtige fotostudio's gebouwd in Breda bijvoorbeeld. Ja. Van bekende fotografen zelfs ook. Oké, nou ja, dus dan had je in ieder geval gesprekstof over, over die scholing van de avond. Want je zoekt dan toch weer de richting... op die je prettig voelt, waar jij je prettig bij voelt. Dus dan, dat is toch een samenloop, dat gebeurt gewoon. Ja, of het overkomt je omdat je juist in die hoek zit. Ja, ik denk het wel, want dan vragen ze je daar speciaal voor eigenlijk. Ja, oké. Ik vraag me af welke scholing Kees van Bakel, onze mysterieuze schilder, heeft gevolgd. Ik heb ambachtschool gehad. Een ambachtschool, dat is dus een technische school. En die technische tekeningen heb ik nooit iets mee gedaan. Maar toen op een gegeven moment dus, na Isover, voilà, hier staan ze. Ik word dit jaar 88. Helmond, ik ben geboren in Helmond. Ik heb 10 jaar in Frankrijk gewoond. Mijn grootvader was een kunstschilder. En die kende een kunstschilder van Genderen of van Gindera. En die bracht op een gegeven moment een vent mee. En die stelde voor, dat is ook een kunstschilder. Maar ja, zijn haren waren niet gekamd. Het was een grote rode rommelboel. En dat bleek Vincent van Gogh te zijn. Ja, 88, dus ik vond het echt opzienbarend om te zien dat iemand op zo'n leeftijd nog zo productief is. En eigenlijk nog steeds is. En schijnbaar via zijn opa nog een link met, we zouden zijn naam niet meer noemen, maar Vincent van Gogh. Ja. Hij rolt er dan toch in. Hij rolt er dan toch in, inderdaad. Maakt niet uit. Maar ja, toch wel een ja, apart verhaal eigenlijk, dat iemand op zo'n late leeftijd dat nog doet. Maar ja, die heeft nog waarschijnlijk ook heel weinig kans gehad. Maar ik heb eigenlijk ook een paar ooms gehad, hè, die ook op late leeftijd, eentje was spuiter bij een schildersbedrijf. Maar die deed ook in zijn vrije tijd beelden maken en schilderen. En die was, ja, wat heb ik al verteld denk ik, maar op zijn 88 ging je nog naar Canada toe met een beeld. Want een of andere heilige Antonius werd daar in de kapel gezet. En toen moest je met zijn dochter nog naar Canada om dat te gaan brengen. Ja, dus dat was wel heel apart, moet ik zeggen. Ja, hey, dus, en nog een andere oom ook, die was huisschilder van beroep. En ja, die deed er ook allemaal bij. Ja, dus die creativiteit die zat bij jullie... Ja, vooral van mijn moeders kant eigenlijk. Die zat er wel in. Je hebt ook mensen die kunnen abstracte kunstvormen niet zo waarderen. Die hebben het er vaak over, ja, dat kan mijn kleine broertje ook. Wij vroegen aan de mensen, is schilderen eigenlijk een koud kunstje? Ja, ik vind het gewoon leuk om te doen. Ik vind het best moeilijk, maar sommigen vinden het ook weer makkelijk. Nee. Vind je het moeilijk? Best wel. Soms wel eens moeilijk. Nee, zeker geen koud kunstje. Je moet wel... goede inspiratie hebben en je moet wel creatiever zijn. Je moet wel goed blijven oefenen, maar uiteindelijk zal het waarschijnlijk wel lukken. Ik vind het wel knap wat heel veel mensen kunnen met wat ze doen, zeg maar. Nee, maar het is wel een kunstje. Op zich is het een kunstje. Dus wat je ermee doet, of het kunst wordt, ja of nee. Ja, het is een koud kunstje, maar het hangt er natuurlijk vanaf hoe dat je... Als je het weet, lijkt het een koud kunstje. En is het, ja, er zit wel waarheid in, maar inderdaad, je moet de eerste zijn of er moet iets bijzonders gebeuren. Ja. Dat leren kijken waar we mee bezig zijn, hoe kun je dat leren? Want jullie hebben, jullie hebben daar gevoel voor, maar... Nou ja, het vereist wel toch wel een beetje oefening. Hè? Want de mensen, ja, in dit jachtige leven hebben mensen eigenlijk geen tijd meer om te kijken. Hè? Dat, alles gaat zo vluchtig. En de laatste 10, 15 jaar is er nog veel erger geworden natuurlijk. Hè? Dat, met het internet, die mobieltjes, noem maar op. Wat proberen we zo uit te leggen dan? Wat is leren kijken? Nou, het geduld, ja, je mag het ook zeggen. Leren kijken is inderdaad... We leren daar in de galerie een beetje van. Hè, daar komen studenten van KSE en van Mentia een opdracht doen. Vanuit het vak moeten ze die opdrachten doen, leren kijken. Nou, moeten ze beeldaspecten opnoemen. En daar hebben we verschillende beeldaspecten. Het licht kan belangrijk zijn in de schilderij. Het kleurgebruik kan belangrijk zijn in de schilderij. De compositie. Zit er perspectief in? Ja, ze zijn er tal van beeldaspecten. En we hebben maar 9 seconden, hè? Heb ik straks gehoord. Ja. Maar kinderen leren kijken, inderdaad, wat is nou belangrijk bij dat schilderij? En daar woorden voor leren gebruiken. Leren maar te benoemen wat ze zien. En dan moet je ze leren. Want als we niet die hele rij met beeldaspecten van licht... staan er 10 achter elkaar bijvoorbeeld en mogen hun zelf kiezen. Oh ja, wat zou nou bij dit schilderij passen? En waarom? En moeten we proberen 50 tot 100 woorden daar een verslag van te maken. Nou, dat is geweldig groot, want ze vinden het mooi of lelijk. En voor de rest hebben ze er weinig over te vertellen. Ja. Dus ze moeten wel even diep gaan om daar iets meer over te vertellen. Maar dat moet je aangeven. En zijn ze er allemaal toe bereid ook om die energie erin te steken? Ja, dat moet voor school. Hè? Van geen CKV-opdracht ingevuld, dan kunnen ze geen examen doen. Dus het is belangrijk op de scholen. Dat vak moet ook vervuld worden. Ja. Net als wiskunde, er moet een punt voor staan. Ja. En met de galerie proberen we dat te bieden, dat ze kunnen leren kijken. En heel dichtbij. Kom je dat ook tegen, Frans? Wat viel het nu al? Jawel, de meeste dingen wel natuurlijk. Hè. Maar ja, goed, zij heeft toch meer met die kinderen bezig als ik. Hè. Ik heb ook wel les gegeven aan kinderen, maar ja, ik kom toch uit een hele andere hoek. Die kunstbinden eigenlijk. En ik geef dan 's maandags heb ik dan een clubje, maar dat zijn ook senioren die ik dan les geef, zeg maar. Maar ja, ik merk gewoon dat er een aantal bij... dat kijken is toch bij heel veel een groot probleem, ook bij de eigen schilderij. Ja, want dan denken ze dat ze er al zijn. Ik zeg, nou kijk nou eens goed. Wat zie je nou precies, weet je wel? En dan, dus ja, ik zie dit en dat. Ik zeg, ja, maar je hebt dit vergeten en nog eens wat vergeten. De kleur past niet bij die kleur. Voel je dat niet dan, of zo? Hè? En dat voelen van het aanvoelen van kleur, het is net een pianospel. Je hebt een aantal toetsen. Maar als je ze niet goed beheerst, ja, dan rammelt het toch van alle kanten. En dat is met schilderij precies hetzelfde. Ze moeten leren groeien, ze moeten leren ontwikkelen en daar houvast aan te vinden. Ja. Dat is belangrijk. Van de toetsen van Frans, waar hij zojuist zo mooi beeldend over sprak, wil ik ook naar de muziek. naar de muziek van Jan de Bruijn en zijn gitaar. Nummer Did You van zijn cd The Long Way Home. Did you do your chores? Have you been sincere? When you left for work, did you call her dear? Will you bring her flowers and kiss her cheek? Keep away from the thrills you used to seek. There's 1,000 reasons to go away, and maybe just a few that'll make you stay. All's been said, all's been done, and you're sitting there together with the TV on. When the flesh is weak, will you be strong? Or will you let the devil go to do some wrong? Have you done what's right and play your part? Will you do what it takes just to save her heart? Ooh, ooh, ooh. Done your chores? Have you been sincere? When you left for work, did you call her dear? Will you bring her flowers and kiss her cheek? Keep away from the thrills you used to seek. Nogmaals, Jan de Bruijn met Did You. Ja, die is ook natuurlijk gevormd door zijn kunstvorm, ja, muziek. Zeker. Ja. Hoe zijn jullie gevormd? Hoe zijn jullie tot bepaalde... Hoe ben jij tot bepaalde dingen gekomen? Ik moet het rechtstreeks vragen. Gewoon bij jezelf blijven. Gewoon de sterkte halen uit jouw momenten. En het... ja. Maar je moet ook wel signalen krijgen dat je op de goede weg zit, of niet? Of, als een omgeving zegt van... ja, zeker. Signalen, dat zijn eigenlijk al dingen net als waar jij aangaf van... nou, op de lagere school altijd een 9. Daar was ik goed in. Hè? Dat is een ding wat ook duidelijk is. En ja, die kunstacademie, ja, dan toch bij degene dat je steeds... Ja, van mezelf vind ik dat nog steeds raar om te zeggen... maar altijd bij de beste bent van de klas. Dan groei je ergens naar een zekerheid. Dan voel je dat je op je plek zit. En dat je daaraan vast... Dat je blij moet zijn dat je dat hebt. Want dat heeft niet iedereen wat je hebt. Ja. Maar jouw schilderijen die zijn natuurlijk ook ontwikkeld in de jaren dat je geschilderd hebt. Je bent ergens begonnen en ik neem aan dat die niet meer helemaal op elkaar lijken. Of... Nee, die lijken niet meer op elkaar, nee. Nee, nog wel figuratief, dat wel. Dus nog steeds de mensen en ja, figuratief schilderen doe ik nog altijd, maar ja, toch wel op een heel andere manier. Ja. Ja. En voor jou, Frans, is er ook een ontwikkeling in je werk te zien? Ja, zeker wel. Want kijk, in het begin, toen ik van de academie afkwam, toen ben je toch nog zoekende. En ik heb allerlei zijwegen bewandeld. Maar ik merk toch steeds meer dat ik een bepaalde richting, ook in die abstracte wereld, toch een bepaalde richting uitga. Welke richting is dat dan? Ja, dat kun je nou niet echt om te zeggen van nou, het is die of die. Het is ook niet... te vertalen naar een onderwerp eigenlijk. Hè. Het is gewoon het schilderen vanuit een emotie en ik reageer elke keer opnieuw op mijn doek. Ik begin ergens gewoon aan en al werkende komt er een schilderij uit. Hè, maar... Je reageert op je doek? Ja, betekent dat dat het doek ook op jou reageert? Nou ja, dat weet ik niet. Ja, dat bedoel ik niet zo raar als dat eruit komt, maar is het een wisselwerking? Dan? Het is wel een wisselwerking natuurlijk, want elke actie die ik onderneem, die plaatsvindt op dat doek, ja, dat wordt terugvertaald naar mijn eigen... dus op dat moment moet ik dan weer actie ondernemen, want... en dan gebeuren natuurlijk dingen die niet goed zijn. Nou, dan moet ik weer gas terugnemen. Dan denk ik, nou moet ik eens even gaan zitten en eventjes gewoon echt kijken wat er nou weer gebeurt. Hè? Dat is toch wel... Ja, dat is toch... Dus, dus op die manier is het toch weer elke keer opnieuw zoeken naar de goede verhoudingen, de kleurcontrasten, de drukke bewegingen, de stillere plekken, noem maar op. Ja, zo ben je het ook bezig. Omdat ik vrij groot werk, moet ik natuurlijk afstand kunnen nemen. Dus ik moet er soms op 3-4 meter afstand van mijn werk gaan zitten. Om te kijken wat ik aangericht heb, zeg maar. Ja. Dat betekent ook dat je jouw doeken dan op die 3-4 meter afstand moet bekijken. Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Dat is dus als je met je neus bovenop staat, dan zie je helemaal niks. Dat is eigenlijk met deze panelen ook al. Hè? Ik bedoel, als je daar met je neus op staat, dan zie je ook niet zoveel meer. Hè? Nee. Want dit zijn ook eigenlijk panelen die ook redelijk monumentaal zijn, in principe. Ja. Hè? Dus, Fien, wanneer is een werk af? Ja, wanneer is een werk af? Dat is een beslissing die je zelf neemt. En je maakt soms ook wel eens foute beslissingen. Zoals? Ja, dat je te lang doorgaat. En dat je denkt van, oh nee, dat vorige stadium was toch sterker. Maar ik ben het toch even kwijt. Oh. En dan inderdaad is dat soms wel op te lossen en soms niet. Ja. Zijn jullie ook zoekende naar een bepaalde richting of niet? Of van, ik wil nu die kant op of ik wil die kant op. Of gebeurt het gewoon? Ja, het gebeurt gewoon. Het is bij mij altijd zo van als ik je begint ergens aan, je hebt inspiratie, je wilt iets schilderen. Mm-hmm. Nou, daar ga ik mee aan de slag. En dan kunnen er zo 5 of 6 doeken uitrollen. Of 20. Ja, maar dan ben ik er ook mee klaar. Dan denk ik van nou is er komt geen moment meer daarna dat je dat nog oppakt. Nee, dan is dat klaar. Dat is bij jou ook niet vast. Nee, dan ben ik voorbij en dan sta je weer op een andere tree en dan ga je vandaar weer verder. Ja, oké. Ja, dat heb ik ook gehad mee, als ik bijvoorbeeld met bepaalde thema's, daar heb ik uiteindelijk ook wel eens mee gewerkt. En dan heb je er inderdaad een aantal gemaakt, maar op een gegeven moment is dat onderwerp uitgeput, zal ik maar zeggen. Ja. En dan ben je er inderdaad gewoon mee klaar. Dan zou je het nog wel willen, maar dan is je de energie eigenlijk niet meer voor, de creativiteit is er niet meer voor. En dan moet je het ook maar loslaten. Ja. Hey, want het zijn, jij kunt het bij mijn werk ook zien, het zijn ook wel series over het algemeen, maar zo van 5, 6 of soms meer en soms minder. Ja. Ja. Is dat een voorwaarde, die series? Nee, dat is gewoon de manier van werken. Ja. Dat gebeurt. Dat gebeurt gewoon. Ja. Nou ja, dus ja, jullie volgen eigenlijk je eigen gevoel en je eigen richting. Iemand die dat ook eigenlijk al op heel jonge leeftijd deed en perfect wist welke richting dat ze uit wilden, maar dat werd nog wel links en rechts een beetje tegengehouden eigenlijk, is Paula Bastiaanse. Ja, dat specialiseerde zich al heel vroeg op de academie eigenlijk. We waren een keer in Prinsessenhof in Leeuwarden. Er stond zo'n piepklein kommetje van porselein. Dat vond ik wel zo mooi. Ik dacht, oh, zoiets. En toen ben ik eigenlijk met porselein begonnen. Alhoewel dat vroeger op de academie, daar waren ze er niet blij mee. Omdat je had een aantal jaren om je eindexamen te doen. En zij vonden porselein veel te moeilijk. Eerst exposeren in Nederland, dan in België, dan op een gegeven moment heb ik me ingeschreven voor allerlei wedstrijden in Azië. Ik heb een aantal prijzen gewonnen en nominaties. Maar nu heb ik zo'n gevoel, ik moet dingen met oranje maken. Ik ben nu allemaal met rood en oranje bezig. Dat is wel nieuw. En dan zoek ik ook allerlei bladen op. U werkt alleen maar hier in dit atelier? Ja. Hoewel ik wel plannen heb om misschien volgend jaar of zo in China een periode te gaan werken. Het lijkt me sowieso wel leuk om een tijd ergens te werken. En vooral in China, want dat is toch het land van de porselein. Als ik iets commercieel wil gaan doen, dat probeer ik dan wel eens. En dat lukt bijna nooit. Want dan ben ik daar een hele tijd mee bezig. En dan denk ik, dat moet dan toch commercieel, dat moet dan wat opleveren. Tot ik na zoveel maanden denk, hou er alsjeblieft mee op, want dit wordt echt niks. Kijk, op een kunstenaar zit in feite niemand te wachten. Ik zorg voor niemand of in die zin, het is geen verzorgend beroep of geen... maar het is wel fijn als mensen door je werk geraakt worden. Dat vind ik wel heel prettig. Ja, dat is een mooie zin. Ja, door je werk geraakt worden. En dat is wat jullie ook voelen, want die mensen wil je dus gewoon pakken. Dat is, Ja, je wil mensen, niet dat je dat wil, ze reageren op je werk. Hè? Als bezoekers naar de galerie komen en ze vinden je werk mooi, dat is gewoon geweldig om te horen. Dat vind je, dat is gewoon leuk. En ze had er ook nog over dat ze probeerde ooit wel eens iets commercieels te doen, maar dat werd al gauw helemaal niks. Mm-hmm. Jullie ooit iets in die richting geprobeerd? Of? Ja, het is wel een extra druk als je prijs moet maken voor een wedstrijd. Hè? Sportman, vrouw, want maakt niet uit, andere dingetjes. Dan is het ineens wel zo van, door die druk Moeten nog zoekeltjes gaan, hè? Maar ja, dat gewoon laten gebeuren. En, maar je moet niet helemaal je vrijheid verliezen, ook in opdrachten, hè? Want anders gaat het niet eigenlijk, denk ik. Nee. Je moet toch je moet de focus hebben eigenlijk. Ja, ja dat wel, maar je moet je vrijheid toch niet te grabbel leggen dan. Omdat je denkt van nou, ik moet nou een commerciële opdracht. En wat Paula denk ik ook bedoelt, dat het dan ook nog ergens op moet lijken, want dat wil de klant zo nodig. Blijf bij jezelf eigenlijk. Dus, en dat is dan moeilijk in die opdrachten soms, hè, want ik heb ook andere mensen die bij mij ook wel eens schilderen en er was ook iemand bij die een portret schilderde. En dat moest ook echt lijken, hè, dus bijna fotografisch. Ik zeg ja, tegen haar, ik zeg, waarom doe je dat nou? Zeg, je kunt zo leuk schilderen, waarom doe je het niet op je eigen manier, weet je wel? Maar dat is dan die opdracht. Dus dan, dan wilden ze toch bijna die fotografische, bijna die huidskleur, bijna letterlijk overnemen, weet je wel. Dan denk ik, ja, dan ben je niet goed bezig. Dat hoeft eigenlijk niet, nee, dat vind ik dan net te ver gaan. Ja. We gaan voor de laatste keer kijken naar Kees van Bakel, die wel gewoon zijn eigen vrijheid hanteert en aan de hand daarvan zijn doeken maakt. Ergens zit ik aan Mondriaan vast. Mijn geestelijk leven heeft contact met Mondriaan. Dat had ik toen waarschijnlijk al in het begin. Mm-hmm. Ik schud ze uit mijn mouw. Ja. En terwijl ik dus aan het construeren ben, komt er dat schilderij ik nooit gedacht dat het zo wordt. Dan wordt het weer heel anders. Die aanleg. Kijk maar, dit is helemaal geconstrueerd. Dus met passer en met lijnen. En zo krijg je de vakken. Nou, en dan hoef ik niks anders te doen dan de vakken op te vullen. Niks. Ik ben geen materialist, dus ja, ik weet niet eens wat ik moet doen aan al die schilderijen die ik nou weer aan het maken ben. En ik heb me waarschijnlijk te veel afgesloten, maar nou heb ik problemen met contact maken. Ik weet niet wat ik met mijn kunst aan moet. Is het goed? Is het slecht? Is het goed? Is het slecht? Ja, kun je het zo zwart-wit stellen met kunst of met doeken? Eigenlijk niet, denk ik. Ja. Nee. Je kunt wel zeggen, ik vind het mooi of minder mooi. Ja, ieder heeft zijn eigen smaak en natuurlijk heb je verschillende niveaus. En, ja, je hebt ook wel slecht werk met die. Zeker, ook dat. Maar zul je dat niet gauw zeggen? Ook dat. Wat? Zul je dat niet gauw zeggen tegen een collega? Nou, als ik het echt niet goed... Maar dan moet je het wel kunnen motiveren waarom je het slecht vindt. Kijk, ik vind het niet erg dat mensen kritiek leveren. Dat, liever dat dan dat ze achter je rug... Maar ik denk, als het gegronde kritiek is van waarom vind je het slecht, laat ze dan maar komen. Hè? Ja, precies. We gaan gauw door naar nog een filmpje, want we hebben nog een kunstenares staan die eigenlijk niet kan kiezen, dus die combineert meerdere vormen met elkaar. Nou ja, het is vooral het doen. Want ik kan hier natuurlijk ook een mooie aquarel van maken. Maar ik vind het proces, daar gaat het om. Het tekenen, het ontwerp maken, het afdrukken, het hout snijden. Nou, en iedere keer als je dan zo'n afdruk maakt en je til je papier op, is het iedere keer een verrassing van hoe dat is. Kijk, hier heb ik dan die sporen van die de inktrol achterlaat, heb ik laten staan. Ik vond dat zo leuk. En dan komt tekenen en schilderen komen bij elkaar. Ja, Marion van Bergen die combineert houtsnijwerk, aquarellen en eigenlijk drukwerk dan met elkaar. Het is wel bijzonder om te zien. Dus niet eigen specialisme. Wat heeft kunst met jou gedaan, Fien, als je naar jezelf kijkt? Ja, kunst heeft mij gevormd, denk ik. Van wie ik ben, hoe ik ben, hoe ik naar de dingen kijk. Ja. Ben je iemand anders geworden door de kunst? Iemand anders? Nee, ik ben geworden zoals ik ben. Het is eigenlijk een rare vraag die ik stel. Ja, daarom. Ik denk over mezelf. Ik ben heel blij met mezelf. Ja. En dat hoop ik zo te houden. Ja. Het enige goede antwoord eigenlijk. Ja. Voor jou, Frans, maar ben jij beïnvloed door de kunst? Ben jij... Nou, het heeft mijn leven wel verrijkt eigenlijk, toch wel. Ik heb natuurlijk heel veel andere mensen door ontmoet eigenlijk, hè, waar ik mijn eigen... ook heel prettig bij voel eigenlijk. Dus, zelfs ook al in je aannemers. Ja, nou, periode. Daar heb ik ook heel leuke mensen ontmoet natuurlijk. Maar, en ook de fotografen en de kunstenaars waar je voor werkt. Ik denk ook in de kunst en ook op tentoonstellingen. Ja, je komt allerlei mensen tegen. En ja, er is al heel snel een praatje over kunst natuurlijk. Dus je hebt heel makkelijk contact met mensen. Ja. Dus dat is eigenlijk ook een leuke bijkomstigheid, dat soort dingen. Ja. Dat verrijkt je wel. Ja, zeker. Ja. Het heeft mij een stuk gelukkiger gemaakt, om het zo maar te zeggen. Dat kan je wel vertellen. Je hebt ook nog gezegd, Fien, ik heb het hier even opgeschreven, maar hoe meer je weet, dan weet je wat je nog niet kunt. En ja, dat vind ik eigenlijk wel mooie woorden. Dat is ook wel een mooie spreuk om mee af te sluiten. De muziek die loopt al, Ed. Het is weer voorbij gevlogen. Ja, je merkt gewoon dat je er meer als 9 seconden van nodig hebt. Ja, dat is wel duidelijk. Ja. Zoveel is wel duidelijk in ieder geval. En ook zei ooit eens iemand, vond ik ook een mooie uitspraak, kunst is eigenlijk het enige wat we nalaten op onze aarde. En ja, dat is iets waar ik me bij aansluit. Bedankt voor het kijken, dames en heren. Tot de volgende, de TisgZ.